Het Polytechnisch College PTC University of Applied Sciences heeft vanmorgen de resultaten van 5 van hun onderzoeksprojecten in de periode 2018 tot 2022 voor het gebied Pusugruno gepresenteerd. Het gaat om onder andere de mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling van Pusugruno en situering van verblijfs- en recreatieaccommodaties binnen het Pusugruno-gebied. PTC-docent en projectleider Edward Konig Verander geeft uitleg over het project. Het doel is eigenlijk tweeledig geweest. Puur om te kijken op aan te geven dat wij als instituut, Polytechnisch College Suriname, aan kan tonen van ons dat wij in staat zijn om zulke projecten te initiëren, op te pakken en eigenlijk ook uit te werken. En het tweede doel is zodat PTC eigenlijk ons dienstbaar maakt voor de Surinaamse samenleving en in dit geval voor de Pusugruno gemeenschap dat wij de plannen hebben gemaakt. De projectplannen zelf, zes projectplannen. Deze plannen die zijn nu uitontwikkeld, tenminste de meeste. Een van de projecten is ook het rehabiliteren van de bestaande weg naar het Pusugruno gebied. In haar presentatie zei Keditas Moregio dat het project is bedoeld voor een betere ontsluiting van het gebied, waardoor de economische vooruitgang van het gebied kan worden verbeterd. In het blauw aangegeven is dan de weg vanuit Bronsweg naar het Pusugruno gebied. In het geel is de Bronsweg aangegeven. Vervolgens hebben we projectplan 7. Dat is de ontsluitingsweg tussen de dorpen in het Pusugruno gebied. De status hiervan is dat het onderzoek ook nog in proces is. Met dit project zal de toegang tussen de dorpen verbeterd moeten worden. En hier is ook de mogelijkheid om projecten met economische doeleinden uit te breiden. Ten slotte ben ik aan een conclusie gekomen van de presentatie. Zoals te merken is, hebben we de potenties in kaart gebracht van het gebied. Vervolgens zijn er projectplannen geïnitieerd. Er is een vervolgstudie gedaan op de geïnitieerde projecten. We hebben gezien dat de aanpakinfrastructuur betere ontsluiting biedt naar het gebied. Vervolgens hebben we gezien dat de landbouw- en toerisme sector werkgelegenheid biedt voor de bewoners. De verschillende projecten zijn gepresenteerd aan Gramang Valentijn, die zijn zegen gaf om het onderzoek plaats te laten vinden in het Matawai-gebied. Na de presentaties overhandigde de PTC-directeur de onderzoeksresultaten officieel aan de Gramang.